Ciao gasten en een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag weer een nieuwe normale commentary. En op de achtergrond een gameplay van Capture Flag. Een 46 om 6 met een 19 gun streak of een 20 gun streak. Ik weet het niet meer zeker. Ik denk dat het 19 gun streak was. Op CTF Slums natuurlijk. En ja, lekker potje. Ik speel hier alleen maar met Furiko Santa. En dat is oftewel Tim. Daar heb ik ook die Dual Survival serie met MW3 meegedaan. En dat gaan we binnenkort zeker weer doen. Want de reacties daarop die zijn gewoon goed. En ik dacht, ik ga deze video even gebruiken om een uitgebreide update te geven. Waarom ik de laatste tijd 1 of 2 video's per dag doe. En niet 3 of 4 of zo, zoals ik een tijdje heb gedaan. En ja, ook waarom ik, waarom ik een tijdje, nou ja, niet echt afwezig was of zo. Maar waarom ik niet echt heel veel online ben geweest of zo. Echt online. Laat me zeggen, echt in public matches en league play en zo. Dat is puur omdat we de laatste tijd echt heel veel toernooien hebben. Deze week hebben we 3 toernooien lopen. En die 3 toernooien die moeten we alle 3 spelen natuurlijk. Daar moeten we voor oefenen met het team. En er gaat gewoon veel tijd in zitten. En die listen-ins nemen we ook allemaal live op voor dagelijkse day. En er zullen ook een aantal listen-ins op mijn eigen kanaal komen. Dus daarvan kunnen jullie ook gaan genieten. Maar dat is punt 1 waar we mee bezig zijn. En daarnaast heb ik gewoon mijn examens helemaal afgerond. Ik heb gisteren heb ik mijn diploma binnengehaald. Die heb ik ontvangen en nou ja, daar gaat natuurlijk ook een hele tijd in zitten. Ja, dat is ook gewoon weer een paar uurtjes, want je krijgt een hele dienst en zo. En ze vertellen wat over iedereen en zo. En ja, daar gaat gewoon veel tijd in zitten. En dat is gewoon leuk natuurlijk om te doen. En om dat gewoon helemaal compleet te krijgen. Om gewoon je diploma eindelijk in handen te hebben. Helemaal te weten dat je er klaar mee bent. Dat is gewoon zo'n heerlijk gevoel. En nou ja, daar is dus wat tijd in gaan zitten. En daarnaast heb ik ook een leuk nieuwtje voor de komende tijd, denk ik. Want ik ga namelijk een webcam bestellen. Ik heb een, tenminste normaal als ik een facecam opneem, doe ik dat met een normale camera. En nou ja, de kwaliteit is daarvan niet zo heel erg super. En het is een beetje lastig om alles samen te voegen en zo. Er gaat ook heel veel tijd in zitten om alles te synken en zo. En wat ik ga doen, ik ga een normale webcam kopen en dan kan ik alles tegelijk opnemen. En dan gaat er veel minder tijd en moeite in zitten. En dan kan ik dus ook mijn Minecraft Survival serie en zo, kan ik allemaal gewoon met een facecam uploaden. En dat is gewoon veel makkelijker. En ook veel leuker, denk ik, voor jullie. En nou ja, dat is dus nog een leuk nieuwtje voor jullie. Maar zoals ik zei, deze week hebben we heel veel toernooien gehad. En nou ja, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten om dat te spelen. Je moet gewoon veel voorbereiden voor die toernooien. En dat is nou helemaal niet anders. Maar dat is wel veel content voor later, voor de komende tijd. En daarnaast heb ik gewoon heel veel dingen gedaan de afgelopen tijd. Nou ja, gedaan de afgelopen tijd, dat is misschien niet echt het goede woord of zo. Maar gewoon veel met vrienden opgetrokken en zo. Gewoon even om, ja, eigenlijk de middelbare school een beetje soort van af te sluiten. En daarom heb ik dus niet altijd superveel tijd om video's te maken. En ik denk dat ik mijn schema een beetje ga omgooien. Want aan het begin van de vakantie zei ik doe 3 of 4 video's per dag. Maar ik denk dat ik het gewoon op 1 à 2 video's per dag hou. Want 1 à 2 video's is er nog veel. En daarnaast doe ik ook 2 keer in de week of misschien wel meer een video op dagelijkse day. En daar gaat natuurlijk ook superveel tijd in zitten. Nou ja, want sommige mensen die weten niet hoeveel tijd er in gaat zitten om zo'n feitenvideo te maken. Maar daar gaat best wel een aantal uur in zitten om één zo'n video te maken. Want ik heb natuurlijk gameplay nodig. Nou ja, gameplay dat heb ik er meestal wel voor. Maar dat is meestal 10 of 11 minuten gameplay. Dan moet ik allemaal feiten op gaan zoeken. En ik lees altijd alle reacties daardoor wat jullie willen zien. En dan ga ik daar proberen naar op zoek te gaan. En daar gaat ook gewoon veel tijd in zitten om dat allemaal op te zoeken voor jullie. Ja, per video ben ik denk ik wel 3 à 4 uurtjes kwijt. Maar dat is het gewoon waard. En die tijd ben ik er ook bereid om in te steken natuurlijk. Want nou ja, het is een leuke serie vind ik zelf om te doen. En nou ja, jullie reacties zijn ook positief. En nou ja, dat is dus alleen maar positief. En ja, gisteren is de video echt laat online gekomen. Gisteren heb ik een video wel geüpload. Een survival natuurlijk op Modern Warfare 3 met Tim weer op Gulch was dat, deel 2. Maar die kwam pas om 10:30 online. En waarom was dat nou zo laat? Ik had hem ingepland in de subbox om 7 uur. Dat hij gewoon, tenminste dat kan ik gewoon, ik kan hem gewoon inplannen dat hij om 7 uur dan automatisch online komt. En op dat tijdstip was ik zelf niet thuis. Ik was natuurlijk na diploma uitreiking en zo. En ik kwam pas later die avond kwam ik thuis. En toen kwam ik erachter dat de subbox gefaald was. Dat hoorde ik van Milan. Want Milan die zei het even in een dagelijkse daychat op Skype. Die zei toevallig, ja, de subboxen van YouTube die falen. Nou, niet de subboxen, maar gewoon het publiceren. Dat faalt. Er staat wel bij dat hij gepubliceerd is. Maar in werkelijkheid is hij gewoon totaal niet gepubliceerd. Hij staat alleen nog gewoon, hij staat nog gewoon op privé. En ik heb dus zelf met de hand op openbaar moeten zetten. Ik weet ook niet zeker of die in de subbox is gekomen. Dat weet ik dus allemaal niet zeker. Maar
Daarvoor was die video dus zo laat online. En dat was wat jammer. Want ik weet dat mensen altijd een video verwachten rond 6, 7, 8 uur minimaal. En dat probeer ik ook altijd te doen. En dat lukt ook meestal wel. Maar dit keer was het gewoon niet gelukt. En dat lag puur aan YouTube, aan de subboxen. Tenminste, nou ja, niet aan de subboxen, zoals ik al eerder zei. Gewoon aan YouTube zelf. Er zat een of andere bug in dat niet goed gepubliceerd werd. En nou ja, dat was dus jammer. Maar ja, veel dingen dus de afgelopen tijd gedaan. Ik heb een nieuwe mobiel opgehaald. Daar ging ook weer 1,5 uur of 2 uur in zitten. Om helemaal dat abonnement af te sluiten en zo. En dat was ook gisteren. En toen moest ik dus ook naar de diploma uitreiken en zo. Dus niet echt super veel tijd gehad. Maar wat ik wil gaan doen is gewoon eventjes sowieso dit weekend. Gewoon vroeg opstaan en even proberen veel video's te maken. Zodat ik echt wel 2 video's per dag minimaal heb. En dus ook Minecraft Survival en al dat soort dingen. En binnenkort is een webcam voor Minecraft Survival. En dat gaat heel leuk worden, denk ik zelf. Want nou ja, een webcam, tenminste een facecam erbij, dat is altijd wat meer interactie. En dat is altijd wat leuker om naar te kijken. Vind ik zelf tenminste. En nou ja, ik weet gewoon dat heel veel mensen dat leuker vinden om naar te kijken. Dus dat ga ik zeker voor jullie doen. En daarnaast zitten er gewoon weer oude series aan te komen. Jullie zeggen, ik probeer, moet ik ook binnenkort weer gaan doen. Ik heb het beloofd. En dat moet ik ook gaan doen. Dat ga ik ook doen voor jullie, sowieso. Want ik heb het al beloofd en ik wil het zelf ook doen. Maar ik moet gewoon even een geschikt moment vinden wanneer ik dat ga doen. En dan gaat dat helemaal goed komen. En ik ga ook Modern Warfare 2 spelen met vrienden. Maar zijn real life vrienden van mij die, nou ja, die doen weer Modern Warfare 2 en zo. En ik dacht, ah, ik doe gewoon gezellig mee. En daar ga ik waarschijnlijk wel wat gameplay voor halen of zo. Het zal niet super goede gameplay zijn, maar wel leuke gameplay misschien. En misschien dat ik dat dan ook weer een keertje ga uploaden. Gewoon ouderwets Modern Warfare 2 gameplay. Gewoon op mijn kanaal. Ik heb het zelf denk ik 1 of 2 keer pas geüpload of zo. Omdat ik ten tijde van Modern Warfare 2 dus ja, geen HD PVR had. En toen ook geen commentaries deed en zo. Dus daar heb ik niks van kunnen uploaden. Maar dat gaat de komende tijd wel goed komen. Ik wil meer variëren tussen alle Call of Duty's. En dus ook Call of Duty 4 even gaan doen. Modern Warfare 2 dus. Terug naar Black Ops. Terug naar Modern Warfare 3. Gewoon weer alles opmixen. En de mode met iedere gun serie. Ik weet dat heel veel mensen vragen erom. En dat is een beetje lastig. Want ik heb de laatste tijd niet echt superveel Modern Warfare 3 meer gespeeld. Eigenlijk totaal niet. Ik zit alleen maar op Black Ops 2 met het team te spelen, Team Mercy. Gewoon puur en alleen voor die toernooien, omdat we veel toernooien hebben. Maar ik heb niet echt superveel tijd gehad dus om Modern Warfare 3 te doen. En net voor de zomer, tijdens mijn toetsweek, heb ik de laatste mode met iedere gun geüpload die ik had in mijn bezit. Tenminste, die ik gehaald heb. En ik moet maar eventjes kijken wanneer ik weer online ga hoppen. Ik denk niet dat ik gelijk met de light machine guns ga spelen. Om gelijk voor die mode met iedere gun te spelen. Want ik denk dat ik eerst weer gewoon online moet gaan spelen met de MP7 en ACR en zo. Gewoon een beetje om dat gevoel van Modern Warfare 3 weer terug te krijgen. En als ik dat gevoel terugkrijg, dan kan ik wel wisselen naar light machine guns. Maar dat zal niet meteen komen. Dus ik moet even kijken wanneer ik daar tijd voor heb. Het kan zijn dat dat nog een tijdje duurt voordat ik echt weer gameplay ervoor heb. Maar ik moet even die hard Modern Warfare 3 weer gaan spelen. Voor die gameplays dus. Maar het gaat helemaal goed komen. En nou ja, veel verschillende Call of Duty's dus de komende tijd zitten er aan te komen. Maar goed jongens, dit was het eigenlijk wel. Een best wel lange update video. Ik hoop dat jullie er in ieder geval van genoten hebben. Laat dus even een groen duimpje achter als jullie ervan genoten hebben. En op de achtergrond natuurlijk. Ik vond zelf wel een lekkere gameplay op zich. Een 19 gunstreak en een swarm in League Play. Nou ja, dat haal je niet zomaar eventjes. Want de meeste mensen in League Play dus, die spelen echt voor de objective. Die zijn redelijk goed. Ze kunnen redelijk wat met een wapen. En is het gewoon lastiger om een goede gameplay te halen. En 46-6 vind ik zelf wel een uber lekkere gameplay. Als ik het zelf mag zeggen, voor League Play in ieder geval. Dus ja, dat was het. Ik hoop dat jullie er in ieder geval van genoten hebben. Laat dus even een groen duimpje achter. En trouwens nog een leuk nieuwtje. Binnenkort ga ik bij Milan op bezoek. Jullie hebben vast wel gezien op Dagelijkse D dat er Dagelijkse D uploaders bij Milan op bezoek gaan. Dat ga ik binnenkort ook doen. Ik weet nog niet precies wanneer, maar hou dus Milans kanaal in de gaten. Gewoon Dagelijkse D. Staat altijd in de beschrijving bij mij. Hou dat in de gaten en dan ja, dan kunnen jullie dat binnenkort verwachten. Waarschijnlijk maakt hij wel een vlog over als ik er ben of zo. Dus dan kunnen jullie dat gewoon verwachten. En natuurlijk op dinsdag de feitenvideo's. Ik heb weer een leuk idee voor de komende dinsdag. Ik heb leuke dingen weer toevallig tegengekomen. Ben ik wel blij mee dat ik af en toe gewoon toevallig leuke dingen tegenkom. Dat is gewoon enorm handig. Maar goed jongens, dit was het. Sorry als ik trouwens een beetje schorachtig of zo klink. Ja, ik heb natuurlijk gisteravond nog naar een feestje geweest en voor het diploma en gisteravond dus ook diploma uitreiking gehad en alles wat daarmee te maken heeft. Gewoon gezelligheid en eindelijk met diploma binnen. En dat was het wel jongens, binnenkort de webcam, zoals ik heb gezegd.
En dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Jongens, bedankt voor het kijken. Nogmaals, laat een groen duimpje achter. En lekker scoren. Laat even reactie achter wat jullie ervan vonden. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En adieu.